het oplossen met de balansmethode en dan met bepaalde handigheidjes. Hoe werk je hier de haakjes weg? En er zitten wat breuken in, nog niet zo heel veel eigenlijk, met 1,5. Dus en dan moest je dat doen met keer de noemer en zo, weet je wel. Dit zat ook in 36, geloof ik, herhalingsom 36. Daar laat ik ook duidelijk zien, hoe doe je dat nu met die breuken. We gaan gewoon beginnen. Oh, we staan nog in het midden, want ik had hem zelf net gemaakt. Dus stond hij in het midden, kon ik het beter zien. Hè. We beginnen met som A en scroll gewoon door naar waar jij naartoe moet. Hè. 5x is min 20, dan is x gelijk aan min 4. Waarom? Je deelt beide kanten door 5. Ik denk niet dat jullie het nog op hoeven schrijven, weet ik niet zeker. Dat zijn van die dingen, moet je vragen. Dan gaan we naar B. We gaan hem opbouwen, hè? Dan wordt hij iets lastiger. Nou, bij dit soort vergelijkingen met de balansmethode moet je zorgen dat de letters aan één kant komen en de getallen aan één kant. Dat je anders eindigt met iets keer x is een bepaald getal. Daar wil je naartoe. Dus je kunt nu zeggen, je doet eerst de getallen of je doet eerst de letters. Als je maar altijd hetzelfde doet, dan heb je een bepaald ritme. Ja, hoe heet dat? Structuurminuutje. We gaan dus eerst zorgen dat alle letters, alle variabelen, alle letters naar één kant komen. Soms is het handiger rechts, soms is het handiger links. Dat is voor jullie nog lastig te zien. Dus werk gewoon standaard de letters naar links. De letters naar links. En dan krijg je dus min 5x. Dan krijg je dus hier min 2x. Eraf 1 is gelijk aan, we hebben nog die min 3 over. Die 5x zijn we vanaf min 3. Nu gaan we plus 1 doen. Want dan komen we hier uit op min 2x. He, zo kom je van die min 1 af. Min 2x. En dan het tot slot toen naar x is. He. Nou, min 2x plus 1 plus 1 komt dus uit op min 2. En dan doen we hier nog teller en noemer delen door min 2. Als we dat nu doen, dan kom je uit op x is 1. Maar je had het eigenlijk al gezien. He, want iets keer zichzelf blijft zichzelf. Dus dat kan alleen maar 1 zijn. Dan kom ik nu weer aan met die breuken. Dan ga ik even laten zien hoe zat dat nu met keer de noemer doen. Nou, als je keer de noemer doet, keer de noemer, dan wordt het de teller. Ja, ze mag ik eigenlijk helemaal niet zeggen. Als je keer de noemer doet, wordt het de teller. Maar bijvoorbeeld 2 vijfde keer 5 is gelijk aan 2. En zo is dus, als je dit keer 5 doet, krijg je dus 1x. Ofwel x mag best. Moet je de andere kant ook keer 5 doen. En dan kom je uit op 100. Dat is een manier. Een andere manier is dat je zegt, nou, ik deel door 1 vijfde. En delen door een breuk. 20, dit is een platje, hè? Delen door een breuk is keer het omgekeerde. Dus 20 keer 5 doen. Dus dan kom je ook uit op x is 100. Dan gaan we naar som D. Nee, die heb ik net gedaan. Nee, die moet ik nog doen. Hij lijkt zo op som B. Dus ik, hè, die heb ik toch al gedaan, maar dat is niet. Hij lijkt erop. Min 5x min 8. Eerst weer de letters naar één kant. Dat doen we door plus 5x te doen. Want we hebben de 5x tekort. Dus de tel de 5x weer op, dat verdwijnen ze. Hè. Dat moeten we ook aan de andere kant doen. Dus nu krijgen we 2x plus 1 is gelijk aan min 8. Nu moeten we hier 2x van afhalen. En dat mag best als het aan de andere kant. Oh, dus 2x afhalen. Ik zit nou te suffen. Ik stond ertussen na te denken aan iets anders. Nu moeten we toe naar 2x. Dus we moeten die 1 eraf te halen. Dan moet die hier ook af. Dus 2x plus 1, we haalden 1 af, we komen uit op 2x, sorry. Ik ga hem niet opnieuw doen, daar heb ik gewoon geen tijd meer voor, dus ik ga nu door, maar dat was een foutje. Ik zit gewoon ontzettend met mijn hoofd er niet bij. Dus 2x is gelijk aan min 9. Kom omdat ze juist zo eenvoudig zijn, en dan dwaal ik af, jullie misschien ook wel. En hier deel je dan nog door 2, en dan krijg je dus x is gelijk aan min 4,5. Dus eerst steeds letters naar de linkerkant. Dan de cijfers naar de rechterkant, de getallen naar de rechterkant. Zodat je zo eindigt, zeg maar, hè, dat je zo uitkomt. Dan kan je dat delen door wat ervoor staat. En dan ben je er. Dat was de basis eigenlijk van de balansmethode. Hè. Dan krijgen we deze. Oh, die is niet meer te zien zo. E. 5 plus x is gelijk aan min 20. We moeten toe naar x is. En nu moeten we dus van die 5 af. En dat doe je door hem gewoon echt eraf te halen. Dus dat wil zeggen min 5 te doen. Dus plus x, maar ja, die plus schrijf je daar niet op. Als de min was geweest wel. Dus we doen hier min 5. En zo kom je uit op x is gelijk aan min. Ik kijk waar ik lig hoor. Min 25. Zo. Dan gaan we naar som f.
Heeft hij opneemt, ja. Som f. Min 3 keer x eraf 1 is gelijk aan 5 keer x min 1. He, dus min 3 keer x min 1 is gelijk aan 5 keer x min 1. Nou, hier moet je echt haakjes weg gaan werken. Je had bij som 36 een som met min 6 x min 2 is 42, of min 42 zelfs. Die kon gewoon snel, hè. Maar hier moet je gewoon haakjes wegwerken. Er zit niks anders op. Haakjes wegwerken, beide kanten netjes maken, letters naar één kant, et cetera. Dus de haakjes weg. Dan krijg je dus min 3x. Ja, min 3x plus 3. En min 3 keer min 1 is gelijk aan 5x min 5. Zo. Als je dat gedaan hebt, nu gaan we beide kanten netjes maken. Maar goed, dat is nu netjes. Soms heb je, ja, ik weet niet of die hier tussen zit, hier bijvoorbeeld. Dan zal je beide kanten netjes moeten maken. Maar bij f is dat nog niet. Nu gaan we de letters naar één kant doen. Dus we halen hier 5x eraf. Dan kom je dus uit op min 8x plus 3 is gelijk aan min 5. Want die 5x hebben we weggewerkt. Nu gaan de getallen naar één kant. We gaan toen naar min 8x is en dan naar x is. Dus we moeten van die plus 3 af, dat doen we door maar af te halen. Min 8x is min 8, dat kan alleen als x is gelijk aan 1. Je kunt het zien, en als je die meteen ziet, dan deel je gewoon beide kanten door min 8. Hè? Want min 8 keer x is hetzelfde als x. Min 8 keer x, als je dat deelt door min 8, kom je hetzelfde uit als op x. Nou, dan gaan we naar som g. Lange sommen, er zijn veel sommetjes. Som g. 5 keer x min 2 is 20. Hier hoef je geen haken weg te werken. Het kan wel, hè. Je doet of de haken wegwerken. Dan krijg je 5x min 10 is 20. 5x. Hier min 10. Of hier staat min 10. Dus we doen hier plus 10. Moet aan de andere kant ook. 5x is 30. X is 6. Dat is een manier. Een andere manier. En die gebruik ik zelf hier. Hier ga ik geen haken wegwerken. Waarom niet? Ik zie staan 5 keer iets is 20, dan is dat iets gelijk aan 4. Dat zie je gewoon. En dan doe ik plus 2. Nou, wat nu als je toch op deze manier wilt doen, maar je ziet het niet meteen zoals ik het zag, dan kun je altijd zeggen, we delen beide kanten door 5. Want 5 keer iets, als ik dat deel door 5, dan houden we dit over. Dus x is gelijk aan 6. Dan gaan we nu naar h. Dan pak ik hem er even bij. 5 min 2 keer x plus 1 is gelijk aan 3x min 2. Bedenk hier een zigzagje. Dan krijg je min 2 keer de x en min 2 keer de plus 1. Dan krijg je dus 5 min 2x min 2, want min 2 keer plus 1 wordt min 2. Dit is gewoon haakjes wegwerken. Vind je dit lastig? Kijk dan nog eventjes terug. Hoe zat het ook alweer met de haakjes wegwerken? Nou, nu mag je dingetjes die gelijk zijn, mag je samen nemen. Dus je mag van 5 min 2 maak je 3. En dan krijg je dus 3 min 2x. Oh, dat is niet handig om nu doen. Staat er nog op. Stift. Min 2x is gelijk aan 3x min 2. Nou, nu moeten de letters naar één kant. Dus we doen hier min 3x. Krijg je dus 3 min 5x is gelijk aan min 2. Nu moeten we van die 3 af. Dus die halen we hier eraf. En let nu goed op. Dan krijg je dus min 5x. Want hier stond 3 min 5x. Dus als je die 3 weghaalt, dan heb je dus min 5x. Is min 5. En dat kan alleen als x gelijk is aan 1. Dan gaan we naar som i. En die lijkt enorm op de eerste, maar hij zit toch anders in elkaar. 20x is gelijk aan 5. Gebruik je de balansmethode, dan zie je dat je hier moet delen door 20. Dus aan de andere kant ook. Dat betekent dat x gelijk is aan 5 twintigste deel. En dat 5 twintigste en 5 twintigste kun je vereenvoudigen tot 1 vierde. Ga niet met komma getallen werken. Dus doe het echt op deze manier. Dus noods zet je hem in je rekenmachine. Dat hij het op die stand zet. Maar ga hier niet 0,25 zetten. Maak je docenten niet blij mee. En bijvoorbeeld 2 derde.
is gewoon niet gelijk aan 0,7. Dit is zoiets, dat is gewoon niet gelijk. Het is gelijk aan 0,6666 tot in het oneindige door. Rond je het af, dan krijg je dit. Als je het afrondt. Maar daar mag je niet zomaar mee rekenen, zeg maar. Dus dat is wel even iets waar je echt goed op moet letten. We gaan naar J. We zijn er bijna, jongens. Zo, haakjes wegwerken. Beide kanten de haakjes weg. Ik zie hem al, maar voor jullie is dat anders, denk ik. Dus ik ga hem gewoon keurig netjes uitwerken. Zo. En nu kun je twee verschillende dingen doen. Je kunt zeggen... Nee, ik ga het gewoon op de juiste manier doen. Ik ga gewoon volhouden aan wat we steeds toepassen. Maar een aantal van jullie zullen het al zien, denk ik. We halen hier 3x eraf, want de letters moeten naar één kant. Dus je krijgt hier 2x plus 15 is 15. Dan moeten de cijfers naar de andere kant, de getallen. He, want dan gaan we toen naar 2x is en dan naar x is. Dat is eigenlijk gewoon de basis van de balansmethode. Dus we halen hier 15 af. Maar als je hier 15 hebt staan en je haalt er 15 af, kom je uit op 0. Dan deel je beide kanten door 2. Dus x is 0. Je kunt ook zeggen 2x is 0. Ja, dat kan niet anders dan moet x 0 zijn. Dan gaan we naar k. En dat is weer met een breuk. En dat heb ik jullie laten zien, hè, inmiddels. Dat op twee manieren steeds kan. We gaan nu doen 2e vijfde x. Ik ga nu het laten zien. Is 22 met manier 1 steeds was dat keer de noemer. Kun je dat nog herinneren van som 36? Keer de noemer. Als je 3 vierde hebt en je doet keer 4, dan kom je uit op 3. Maar dan moet je wel die hele eruit. Dus we gaan even die hele hier, die tellen knallen. Dus dan wordt het 2 keer 5 is 10, plus 1 is 11. Als je dit lastig vindt, eventjes mijn stukje kijken over hele eruit halen. 11 vijfde x is 22. We hoeven hier rechts niets te doen, want we hebben het alleen anders geschreven. Nu gaan we beide kanten keer de noemer doen. Dus we doen hier keer 5. Je kunt ook zeggen, ik deel door 11 vijfde, maar dat is lastiger hier. Dus ik doe keer 5, dan krijg ik dus 11x is gelijk aan 110. Ja, dan is x gelijk aan 10. Zie je nu hoe handig je hier gewoon zo van die breuk af bent, door gewoon keer de noemer te doen. Een andere manier, en die is hier echt minder fijn, denk ik, dat is, normaal kies ik eigenlijk niet zo snel hiervoor. Ik doe meestal 2, delen door breuk, dat doe ik meestal, delen door de breuk. Dus ik zou hier delen door 11 vijfde, maar in dit geval vind ik dat gewoon geen fijn getal. Dus in dit geval had ik het niet gedaan. In dit geval had ik gewoon alles keer 5 gedaan. Als je deelt door 11 vijfde, moet je het hier ook doen. En dan krijg je dus 22 gedeeld door 11 vijfde, is dus keer het omgekeerde, is dus 22 keer 5 elfde, is dus 110 elfde is 10. Normaal ben ik voorstander, omdat ik makkelijker mijn breuk reken, denk ik, dan jullie, of dan de meeste van jullie. Zou ik het zo doen, maar in dit geval vind ik dat niet fijn, omdat het dan zo'n gekke breuk is. Ja, doe ik meestal bij 3 vierde, gedeeld door 3 vierde en zo doe ik dat. Dan gaan we tot slot naar L. Dat is 10. En dan de laatste. Dan ga ik koken. 2, 1, vijfde x plus x is gelijk aan 16. Je gaat eerst even dit samenvoegen. He, want er moet één groepje staan, er moet eigenlijk de variabele, de letter moet één stukje zijn. Dus dit is eigenlijk gewoon 3 e vijfde x. He, want dit is eigenlijk 1 keer x. Dus je hebt 2 e vijfde plus 1 keer x. 3 e vijfde x is gelijk aan 16. Ik ga nu die hele eruit halen. Want die ga ik in de teller stoppen. Dus ik maak hiervan 16 vijfde x is 16. Wat kun je nu doen? Beide kanten keer 5. En als je beide kanten keer 5 doet, kom je uit op 16x is gelijk aan 80. Ofwel x is gelijk aan 5. Deel beide kanten maar weer door 16. Eigenlijk zie je, de aantal van jullie zullen het hier al zien. En dan mag je ook gelijk opschrijven, x is 5 denk ik. Want je mag gewoon delen door 16 vijfde. De andere manier was 16 delen door 16 vijfde. Dat is 16 keer 5 zestiende doen, maar dan kom je bij die truc van keer de noemer te doen. En dat is gewoon 5. Dat had ook gemogen. Hij zit erop. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje.